De hoge benzineprijzen hebben gevolgen in de grensstreek. Ja, zal ik het nog maar eens even benoemen hoeveel het is? Nee. 2,07 euro betaal je voor een liter benzine. En dat is vooral in de grensstreek problematisch. De tankstationhouders daar, ja, voor hen is het pompen of verzuipen, zou je kunnen zeggen. Baarle-Nassau en Kaam bijvoorbeeld liggen in Brabant, maar op de grens met België. En de Telegraaf schrijft dat minstens 60% van de omzet van hen tegenwoordig moet komen van de broodjes en van de wasstraat. Want voor een tankbeurt rijden mensen een straatje om en dan gaan ze dus in België tanken, waar hele lange rijen staan, omdat het daar toch wat goedkoper is. En de Nederlandse ondernemers die hebben het nakijken, die verfoeien het accijnsverschil en zeggen ook in de krant, ja, de politici hebben hun mond vol over het milieu, over groene. Maar ja, als ze dan naar België moeten rijden, stoten ze ook weer meer CO2 uit. Ja, meneer Ter Broek, u bent ook voorzitter van de BOVAG. Is er iets wat jullie hier aan kunnen doen? Zeker. De politiek zou heel snel een plan wat we hebben gelanceerd in maart. En dat hebben we niet als enige gedaan. Het kilometer rijden. Of kilometer dat zit er inderdaad ook in, want dat zou veel eerlijker zijn. Dan ben je direct van deze ellende af. En kijk, uiteindelijk moeten we van de pomp naar de paal. Hè? Dus we betalen nu aan de pomp heel veel accijns. Hè? En we gaan straks naar die paal. En aan de paal betaal je bijna niks. De elektriciteitspaal. En dat moeten mensen ook kunnen meemaken. Dus ook mensen met een kleine beurs. En op dit moment zijn elektrische auto's nog heel duur. En gaan die batterijen nog niet zo heel lang mee. Maar we moeten daar wel naartoe. De enige manier om het eerlijk te doen, om af te komen van die waanzinnige belastingen die we hebben. De BPM en de motorrijtuigenbelastingen. Is om naar een eerlijke vorm van betalen naar je gebruik. Dat doen we. Je zou ook kunnen zeggen dat die benzineprijs nu al een flinke duwende factor is. Dat zou je zeggen. Dus dan is alleen, dat plan misschien niet wat, nodig. Wat doet de politiek? Ook weer in de miljoenennota die we nu hebben gezien. Dan gaan ze, omdat er meer elektrisch gereden wordt, gaan ze de bijtelling weer wat verhogen. Waardoor je eigenlijk weer rent in de bocht. Dus de eigen doelstellingen weer onderuit loopt te halen. Kijk, de auto is een hele lange tijd een melkkoetje. En dat is het nog steeds. Dat zal in Nederland altijd wel vrij duur blijven. Maar het moet eindelijk eens een keertje stoppen dat wij als een soort van makke schapen achter die politieke besluitvorming aanlopen. Dat moet echt veranderen. We hebben een goed plan neergelegd. Dat plan wordt gesteund door het ANWB, VNA. Dat zijn een miljoen leaseauto's. Ja. En natuur en milieu. En ook de markt, Rai en BOVAG. Nou, in politiek Den Haag moeten ze er nog ik uitkomen. Denk dat, waarom doen ze het niet? Waarom luisteren ze het niet? Ik denk dat ze gewoon heel veel andere dingen nu aan hun hoofd hebben. Ja, laten we in onze eigen partijen een paar mensen aanspreken. Ja. Ik wil best. Nou, dat is goed.